Een voordeel is ook dat jij de nieuwe trainer van Heracles, John Lammers, goed kent. Dat is een voordeel, ja. Ik heb nog met hem samengewerkt bij Vitesse. En ik ken zijn verleden. Ik heb nog tegen hem gespeeld. Dus wat dat aan gaat, denk ik dat we de juiste man op de juiste plaats hebben zitten nu. We gaan er in ieder geval alles aan doen om met z'n tweeën te zorgen dat we weer terugkeren in de Eredivisie. Maar dat is ook de doelstelling een beetje van de club. Ik heb behoorlijk wat clubjes gehad. Niet de minste clubjes, laat ik zo maar zeggen. Ben ik weer terug op een plekje waar ik dat wel kan. Nu kan ik met spelers gaan praten individueel. En dat is iets wat ik gemist heb de afgelopen jaar. Nu kom je weer terug bij een club in de keukenkampioendivisie. Is dat frustrerend? Nee, dat is niet frustrerend. Het is wel pijnlijk dat gebeurd is. Want dat heeft me wel aan het hart gedaan. Dus wat dat aan gaat, vind ik het heel jammer. Maar goed, dat neemt niet weg dat ik met veel plezier hier terugkeer. En dat we er gewoon alles aan gaan doen om te zorgen dat we daar weer terechtkomen waar we horen. Mm-hmm. En dat is in de Eredivisie. Wie is John Lammers? John Lammers is een oud voetballer. 18 jaar profvoetballer geweest. Daarna trainer geworden. Laatste jaar een beetje in het buitenland trainer geweest. En die nu een uitdaging aangaat hier in Heracles om de club proberen terug te brengen. Nou, omdat dit een keukenkampioen divisieclub is die de ambitie heeft. En die ambitie heb ik ook. Ik wil prijzen winnen. Ik wil liefst zo snel mogelijk naar de Eredivisie. En daar proberen we hier met iedereen binnen Heracles alles aan te doen. Mm-hmm. En wat ik al zei, de uitdaging ligt hier. We hebben, denk ik, als we de groep een beetje bij elkaar kunnen houden, goed materiaal. En we gaan gaandeweg kijken of we nog iets erbij moeten hebben. Maar we gaan eerst de jongens een kans geven die hier nu zitten. De eerste training is net geweest. Hoe is die bevallen? Ja, in het water. Dus, ik moet eerlijk zeggen, kijk, een eerste training is een opzachttraining. En moet je proberen ook het publiek te vermaken. Maar ik probeerde toch al wat tactisch in te brengen met onze looppatronen. Ja, dat ging wat moeilijk, maar aan de andere kant, we hebben de eerste training erop zitten en morgen gaan we vrolijk verder. Ik denk dat wij een goede groep hebben. We hopen ze bij elkaar te kunnen houden en gaandeweg het seizoen, of gaandeweg de voorbereiding, zullen we zien of we nog iets erbij moeten hebben. Vorig jaar ontbrak het aan een killer, de voorhoede. Die hebben we nu nog steeds niet. Aan het? Een killer. Ja, maar ik ken natuurlijk amateurs van vroeger. En amateurs heb vandaag bijgetekend. Dus ik verwacht daar gewoon heel veel van. Die moeten fit worden en Baki zoeken. En laat het maar zien. Ik denk dat het twee spitsen zijn die een doelpunt kunnen maken. Alleen je moet topfit zijn. Er was er nog een die aan een touwtje bungelde. En dat was Azaoui. Hoe is het daarmee? Is die het contract ook verlengd? Weet ik niet. Dus, contracten verlengen, ja, dat zijn meer de vragen voor Nico Jan. Nee, omdat je zo zei van dat Armenteros wel vandaag had bijgetekend. Ja, nee, maar die zat toevallig toen ik hier binnenkwam. En ik ken natuurlijk Armenteros, ken ik al vrij lang als voetballer. En vind ik gewoon een goede spits. Mm-hmm. Vind ik een spits die een bal vast kan houden. Vind ik een spits die het team beter kan laten spelen. En vind ik een spits die doelpunten kan maken. Samenwerken met Hendrik Ruzen, want die ken je natuurlijk ook al aan. Ja, nee, ja, dat is ook een van de redenen dat ik hier naartoe ben gekomen. Henry is natuurlijk echt een voetbaldier. Henry is een jongen die zich graag tussen de spelers doorbeweegt. En altijd met voetbal bezig is en met de ontwikkeling. En ik denk dat het een grootheid is hier in Almelo.